Ik ben Bombay. Het is het heetste uur van de dag. En dan lig ik het liefst in de schaduw van ons afdak een beetje te slapen. Dit is mijn baas. Hij heet Serafine. Mijn baas is al oud, maar hij werkt nog wel. Coco is mijn beste vriend. Hij is een echte blaffer. Hij blaft veel en hij blaft ook echt goed. Op een dag voelde ik dat ik naar Coco's huis toe moest. Omdat daar iets gebeurde. En jawel. Op de weg bij Coco's huis stond een vrachtauto. Coco was heel zenuwachtig en wou me van alles vertellen, maar... daar was het meisje. Anna, blijf met je vingers van die vieze hond af. Ga dadelijk je handen wassen. Schreeuwde opeens een vrouw van achter die auto. Ze raapte een steen op, maar ik was al weg. Er was iets wat ik niet begreep. Ik had dat meisje nog nooit gezien en toch, het kwam door haar luchtje. Want ze rook als het kussen in de stoel van de baas. Het was niet hetzelfde, maar toch. Coco was die avond nog zenuwachtiger dan daarvoor. Nu stonden er allerlei meubels naast het huis. Bedden, stoelen, kisten, een ijskast, een gasfornuis. Je zal het maar opeens op je erf krijgen. Wij plasten zoveel we konden overal flink tegenaan. Toen kwam het meisje de deur uit. Ze ging op het muurtje zitten in de geur van de avond na een warme dag. Je bent lief. Hoe heet je? Dat ik Bombay heet, vertelde ik. En van het kussen vertelde ik haar ook. Maar daar hoorde ik de vrouw van die steen aankomen en ik rende naar huis. (Tied)